Ja, zeg dan wel. Je weet, die 101 Dalmatiërs. Ja. De 101ste is ontvoerd. Echt? Ja, ik heb daar net telefoon gekregen van een ontvoerder. En we kunnen de 101ste Dalmatiër enkel terugkrijgen als de samenleving publiek enkel vragen oplossen. Dus we vragen jullie hulp. We stellen ze niet vragen, ik overleg met de ontvoerder. Als de vraag juist is, krijgen we een getal of een cijfer. Dat zal refereren naar de stoel. Dus iedereen zit op de stoel met een cijfer of een nummer. En daar, ja, aan de hand van de gegevens die we krijgen van de ontvoerder, kunnen we de 101ste Dalmatiër vinden. Ik kan je horen. Ik ben een ontvoerder. Ik kan niet zorgen dat er nog een lijn is. Ja, meneer de ontvoerder, bent u daar nog? Ah ja, oké. Okay. Ja, ik weet dat ik mocht van de ontvoerder de eerste vraag stellen. Wordt wel spannend. Waarvoor heeft Cruella de Vil de 101 Dalmatiërs ontvoerd? Wie weet het, of luidkeels? Veel te veel, zei de wow, ik zal eens even horen van de ontvoerder of het veel te veel was. Ja, meneer de ontvoerder, was het antwoord Vertevelle? Ah ja, we krijgen een eerste cijfer, een eerste getal, excuseer, een eerste letter van de stoel, dat zou de F zijn. F. Wie zit er daar in de F-blok? F-blok is daar. Aha, oké. Okay. Ja? Ja, tweede vraag. Tweede vraag. Wie heeft van het boek 101 Dalmatiërs een film gemaakt? Wie weet het? Of Disney! Ik zal eens even horen. Ja, meneer de ontvoerder, was het antwoord Disney? Ja, het antwoord is Disney. We krijgen de 1. De 1. Dus we hebben al F en 1. F1. Ja, okay. Klopt. Ja. Derde vraag? De derde vraag. Oké. Okay. Wie is Pongo? Dat is de moeilijke misschien. De vader. De vader, hond. Ik zal eens even horen, de ontvoerder. Ja, meneer de ontvoerder, was het papa hond? Ja. Het klopt, we krijgen de 0. Dus we hebben stoel F10. F10. Wie zit er op stoel F10? Hier, zet, daar is onze non terug. Ja. Kijk eens aan. We hebben hem. De 101ste Dalmatiër. We kunnen aan beginnen.